Hey, hallo, goeie middag, volgers. Ik ga even deze korte live maken. Het gaat bij mij om de kiesregeling. Ons let op de kiesregeling. Hoe volg zei ze? In Lukude man zei hij maar over kiesregeling, mensen. Dan ga je zien dat men niet wil praten over decentralisatie van de districten in die nieuwe kiesregeling. Om Luku boos heeft ze. De man heeft bij politiek. En moet ik van zijn de. Want toen man op raak nam tapu. Maar moet dan op een ei. Want men volgt wat toen zijn niet. In een nieuw kiesregeling zei kom. En ze willen een aantal zaken niet opnemen in een nieuw kiesregeling. Uno doet lobbywerk voor jou een aantal mensen of poti. Voor doe mee like wisranang, voor tja tjentje kom. En we merken op dat toen to DNA leden, de mannen lobatorie. En mo karning te af kiesregeling keur goed. De mannen wani sang wisrana wani. Takak decentralisatie a RR na DR moest tek mee in een nieuw kiesregeling. Maar om luku, shot show de man se gi in DNA. En sa de man de bezig ei do. Om luku de DNA leden se oppo de mofo in DNA to. Tere mai bar over kiesregeling. En misap tak wat toma urak. Te mo tak over asan disi. Want het lijkt duidelijk dat er een agenda is. Toch? Naar een paar clans toe. Against taki. De mannen niks te maken aan een volk. Net met volk wat toe documenten baga. En misschien. Tak men duidelijk bezig is. Met een eigen agenda. Zowel aantal mensen van de oppositie en met een paar mensen van de coalitie. Wanneer het gaat om eigen belang, wanneer het gaat om die clans en die chamars belang, de landvernietigers belang, dan hebben ze niets te maken met Wisra na volk. En misschien heb ik een aantal mij kosmi, lek van mij, wat toen maar kosmi, Mesukwa opo aiwiri. Strana mang. Strana uma. Wisrana sma. U opo ai. U arki seipsa. Want dit gaat voor ons hele leven, voor ons generatie, vernietigend zijn. Er wordt een show gedraaid door een aantal DNA-leden. Oppositie als coalitie. Want eigenlijk, we doen lobbywerk, maar je ziet dat we bepaalde toema, ik wil op een richting, wat een bepaalde politiek partij, ik wil op een bepaalde richting, omdat de mannen schieten schrijven, want ze denken dat ze lang leven hebben, ze zullen nog generaties meegaan, en we tansribi, boem voor mij tansribi het. Mensen naar een boskopo die sami wat hij wil nu. En voor een opoe aai. Dan de mensen tek de wetten aan drapen. Want die ons aan tijd niet aan lauw man. Newara na een kusin. Lek voor een aantal mij poti. Ons aan denken mij baka samet aki. Te afer kiezen kom baka. Dat je schisma naar een sma. A belang bij. Binnenkort, ik denk dat ik. Wat een jeroen de mee altijd en een roken en laten toe. Maar ik ga met mijn bestuur afspreken. Sorry. Dat ik een programma over een kiesregeling. Dat we schief van de man. Vooral de NDP, een paar van ze daar.
En een paar van de VAP'ers. Toch? Omdat ze denken dat ze alle grootste partijen zijn. En een paar van ze hoor. Niet alle NDP'ers en niet alle VAP'ers zeg ik ook. Maar dat ze niets te maken hebben met leerkrachten, met verpleegsters, met hosselaars, met mensen die 's morgens opstaan en iets betekenen voor deze samenleving. Ze hebben daar niets mee te maken. Het gaat om een bepaald aantal mensen. Dat de man moet staan in macht. Want als je een beetje komt, dan is hij taki de man chic bato. En dan moet je taal. Mensen gaan hiermee eindigen. Maar blijf volgen. Blijf een video share. Tek je eigenlijk koos op ze. We komen op uw eind aan een aantal man moro. Tap me live. Dan gaan we wisselen naar een page live. Lobus refi, arki samitaki, go trekken naar samitaki. De Yusuf Oshi, waarmee ze bezig zijn met het nieuwe kiesregeling. Deze chaprahas gaat gewoon door. Landvernietigers, mensenvernietigers zijn ze. Mensen, ciao ciao, lobby, lobby refi, blijf mijn video share. Ik ben weer een van die dagen live. En ik wil iedereen bedanken die me share. Ciao ciao.